Niet het vangen van boeven, maar juist het goed laten verlopen van processen zien we als succes. Samenwerking tussen verschillende onderdelen van de grote organisatie. Daar ben ik best trots op hoor. Daar zijn we in Nederland behoorlijk ver mee. Dat wij de muurtjes af aan het breken zijn, dat we naar links en naar rechts kijken. De mentaliteit is zeer betrokken. Toezicht doen we samen. Ja, dat doe je ook samen. We gaan proberen om als één overheid over te komen op bedrijfsleven. Afgestemd en gestroomlijnd. Intern en extern. Dat is het doel. Zorg door samenwerking dat het bedrijfsleven minder last heeft van inspecties. We worden betaald door de maatschappij en er moet iets tegenover staan waar de maatschappij wat aan heeft. En als nieuwe faciliteit biedt de douane ook coördinatie aan. Wij zijn gewoon beroepscoördinator geworden. Als het goed is, het gaat er alleen om dat het politiegegevens verstrekken aan partijen. Wil je een beetje inzoomen? Ja, pak niet. Als je exporteert, dan verwachten andere landen, de importerende landen, dat er overheidscontroles zijn geweest. Dat er geen beestjes in de container zitten. Dat de producten van een bepaalde kwaliteit zijn. Dat er niet meegesmokkeld wordt. Dat er geen tassen met ecstasy bij zitten. Gewoon een nette, correcte afhandeling. Ik sta hier bij een container en er staat een houten pallet in. En er zit geen enkel stempel op dat die gekeurd zou zijn. Kunnen jullie even komen kijken? Als wij ons werk goed doen, dan beschermen we ook de mensen in Oostenrijk, Italië, Zweden. Dat houdt dus inderdaad niet goed. We pikken de juiste producten eruit. Dankjewel. We zorgen ervoor dat containers niet radioactief zijn. En we kijken naar de risicovolle producten. Het komt eraan en je kunt het accepteren. Als de overheid dat slecht doet, dan krijgen wij een slechte naam. Dat betekent dat de Nederlandse export naar Australië daar zwaarder gecontroleerd wordt. Het moet gewoon keurig netjes in orde zijn. Die mensen in Australië of Canada moeten erop vertrouwen dat het komt uit Nederland. Nou, dan is het in orde. Als douane hebben wij klanten. Die hebben we gewoon opgedeeld in regio's om die te behandelen. Maar daarmee zijn ze nog steeds van ons allemaal. Dankjewel, Maarten. We werken allemaal voor dezelfde organisatie. Goedemorgen. Wat we willen bereiken is een betere inrichting van klantmanagement. Dan weten we waar we aan toe zijn als douane naar die klant toe. En die klant die weet wat hij met ons aan toe is. Het mooiste zou zijn als we als één douane naar buiten op kunnen treden. Hey, Mike. Dat klanten dat herkennen, dat wij als collega's dat herkennen. Beide niet. Dat is misschien nog wel veel belangrijk. Als je klant hebt die bepaalde producten maken die onder bepaalde omstandigheden ingepakt moeten worden of gemaakt moeten worden. Kaas die onder bepaalde temperaturen verpakt moet worden. Dan kun je je voorstellen dat op het moment van controle dat je dat niet zomaar open kunt gaan trekken. Kijk, in een pakje kaas. Dat is zonde, maar dat is te overzien. Maar we hebben bedrijven die computerchips maken. Dat gaat echt over heel veel euro's. Dus daar moet je wel over nadenken. Op het moment dat je die informatie hebt, kun je op een andere manier je controle inrichten. Voor het horizontaal werken is het heel erg nodig dat je de samenwerking opzoekt, maar ook dat je open bent en transparant. Dus we delen met klanten delen we risico's. Of het aantal aardappeltjes is toegenomen, want dat zou verklaren. We zitten in Amsterdam, Amsterdam. Lekker ook, ben je daar. Oké. Helemaal goed. Nou. Dankjewel. Het bedrijf bijvoorbeeld is Nippon Express, die op Schiphol zit, die goederen opslaat en voor derden vervoert, inklaringen verzorgt. Bij dat soort bedrijven kom ik en bij dat soort bedrijven voer ik gesprekken om te kijken of hun administratie en hun organisatie dusdanig is dat ze hun eigen risico's voldoende afdekken. Er kan wel eens wat radioactiefs uit je pan komen, dat moet je controleren. Daar hebben ze ook alle respect voor om dat je daar controleert. Je dient dezelfde belangen en dat werkt gewoon prettiger. Je moet gewoon eerlijk zijn, 100% vertrouwen krijgen, maar ook geven. Dus niet dingen die fout zijn gegaan proberen te verbloemen. Gewoon duidelijk op tafel leggen, joh, dit is het probleem. Hoe kunnen we het oplossen? Hoe kunnen we het voorkomen in de toekomst en dergelijke? Niet alle bedrijven, maar een deel van de bedrijven heeft dat wel. Die hebben echt die houding en die missie om compliant te zijn en zich te houden aan wet en regelgeving. Doen zelf heel veel zaken, dus hoeven wij het niet meer te doen. Als je er op elkaar kan vertrouwen, dan is het alleen maar prettig. Af en toe even een kleine controle om te kijken of ze het echt wel doen. Veel gesprekken voeren. Gevoel hebben bij zo'n bedrijf. Om te kijken van kunnen ze minder of meer controle krijgen. Dat doen we dan compliance. Als ze heel compliant zijn, controleren we minder.
Zijn ze toch wat minder compliant, dan gaan we wat meer controleren. Op die manier kunnen we daarmee schuiven. Dat is ook de rol van de klantmanager in de toekomst. De manier waarop Nippon Express met de Belastingdienst Douane samenwerkt, is niet alleen het naleveren van regels en dergelijke, want ik denk dat we dat heel goed zelf kunnen. Maar juist dingen waar je van zegt van ja, dat valt er net buiten of dat zit er tegenaan. Hoe kan je daar mee omgaan? Hoe kunnen we dat het beste met elkaar oplossen? De controles en dergelijke rusten nu veel meer op de bedrijfsadministratie. Daar ligt tegenwoordig de controle op. Het blijft mensenwerk, het is mensenwerk en het blijft mensenwerk. Wat ik moet voor zorgen bij Nippon Express is dat mijn collega's geen fiscale hobbels onderweg tegenkomen. Dat doe ik samen met de douane. En ik kan ook niet zonder hen. Ik vind dat gewoon belangrijk. Want ik denk uiteindelijk dat de goede samenwerking, dat alleen maar beter is. Ik ben expert in het afgeven van certificaten, afgeven van certificeringen aan bedrijven. Wat is voor hun de winst? Minder douanetoezicht, snellere processen, minder oponthoud, minder fouten, meer kwaliteit in hun werk, beter imago in de markt. Wij willen de hele goederenstroom liefst certificeren, dus al die schakels willen wij certificeren, waardoor je één goede goederenstroom krijgt en dus een veilige goederenstroom. We hebben een bekend couriersbedrijf. Daar worden selecties bij gemaakt door het Centraal Aangiftepunt in Eindhoven. Nou, die zeggen van nou, die pakketjes willen we zien, nou, die gaan we controleren. Maar nou halen ze er zelf van het couriersbedrijf ook al zendingen uit. Waarvan ze denken van nou, daar moet de douane echt even naar kijken, dit is niet helemaal goed. En die pakken we dan ook mee. En dat heeft al leuke resultaten opgeleverd. Sinds kort ben ik vraagbaak wapens en munitie. Dat je echt een aanspreekpunt vormt voor collega's. Dat ze gewoon een beroep kunnen doen op je expertise. En daarnaast ben ik nog aanspreekpunt nucleair, biologisch en chemisch. We lopen door de loods, we praten met de medewerkers, we kijken naar de goederen, nemen monsters. Dus je bent wel het visitekaartje, want jou zien ze daar lopen. Toezicht doen we samen. We hebben al één iemand die naar uglaasjes kijkt en dreamboxen. Medicijnen zitten we ook nog mee. Heel veel mensen bestellen op internet medicijntjes. Geadresseerd is dan een particulier. En dan weet je 9 van de 10 keer al dat het raak is. Maar sommige bedrijven, ja, daar hebben we gewoon nog nooit iets aangetroffen. Het is wel goed dat we er regelmatig komen. Want anders denken ze ook van die komen nooit meer. En het is niet echt een bedrijf wat kwaad wil of zo. Ik had gehoord dat je vroeger ook meer als last werd gezien, want zendingen liepen vertragingen op omdat ze gecontroleerd moesten worden. En nou kun je echt samen doelgericht dingen aanpakken. Ja, het scheelt een hoop tijd en moeite en je hebt het idee dat je nuttiger bezig bent. En dat is ook heel belangrijk, vind ik. Ik heb op zich elke dag wel lol in mijn werk, maar als je goede afspraken kan maken met bedrijven en je ziet dat zaken goed georganiseerd zijn, dan heb je een goede dag. Je doet het niet alleen voor jezelf en voor je salarisstrookje, want dan was ik wel wat anders gaan doen. Maar ook voor het verbeteren van de veiligheid van de samenleving. Je staat meer naast elkaar. We blijven handhaven. We blijven een handhavingsorganisatie. Maar er zijn heel veel bedrijven die in hun missie en visie aangeven dat ze compliant willen zijn. En daar kunnen we gebruik van maken. Toezicht doen we samen. Ja, samen met de klant en samen met alle douaneambtenaren.